Hoi, lief allemaal. Welkom bij de Algemene Tarot Coaching. Deze is voor de Waterman. Maand november. Ik raad je aan om begin van de maand eens te kijken of je er iets mee kunt. En ook aan het eind van de maand nog eens terug te kijken. Want het kan maar zo dat je aan het begin van de maand denkt, nou nee, daar zit ik niet in. Maar dat blijkt aan het eind van de maand dat het toch een boodschap voor jou was. Kan ook zijn van niet hoor. Kan ook zijn dat je beide keren denkt van nee, deze keer is dat helemaal geen boodschap voor mij. En dan is het voor een andere waterman bedoeld. Sowieso gaan deze readingen voorbij tijd. Dus krijg je hem zomaar toevallig op een ander tijdstip naar je toe en je kunt de boodschap gebruiken, dan is die gewoon voor jou bedoeld. Zo werkt synchroniciteit. Ja, dat was het wel. Ik ga beginnen. Voor een waterman. De situatie. Waar de was ligt. Waar het bewustzijn zicht op heeft. Onbewust is. Centrum verleden. Advieskaart naar bij je toekomst. Jij. Invloed van anderen. Hoop en vrees. En de conclusie. Zo. De kaart Control is leidraad voor deze reading. Kom ik zo op terug. Uit de set van Sandra en Taylor wil ik nog wat verklarende kaarten. Die kaarten lees ik rechtop of op de kop. Verklarende kaart. Advies gaat naar bij toekomst. Verklarende kaart bij jou. Surrender kaart. Wat mag deze weegschaal opgeven, zich aan overgeven? De waterman. Ja, oké. Extra boodschap uit het wijsheidsorakel. Voor de waterman graag. Ja. Oh, het zijn er twee. Dat is ook oké. En dat heb ik bij de andere ook gedaan. Oh, dat bevalt me wel. Nog een extra set hier uitspreiden voor me. Van John Holland. En dan ga ik eind van de reading ga ik er nog wat lukraak uitpakken. Om meer informatie nog te krijgen. Of aanvullende informatie. Of juist bevestigende informatie. Okay, nou, voor deze waterman gaan we naar de controlkaart. Ja, en deze kaart wil zeggen dat iemand of jijzelf controle wil uitoefenen over het leven. Over andere mensen. En wellicht ook. Hoe de situaties in jouw leven gaan, daar wil je het liefst controle over hebben. En wat er altijd mee gepaard gaat, is willen bezitten. Want als je controle wil hebben, ben je bang voor verlies. Bang dat iets je tussen de vingers glipt. Bang dat je het kwijtraakt. Dus, en je wil dan ook dat de dingen lopen zoals jij graag wil dat ze lopen. En dat is dan niet vanuit je hoge zelf, maar met het kleine ikje. En daar zit altijd angst achter. Ook de schaduw van deze kaart is dat je dan ook mensen wil bezitten. Dat je bezitsdrang kunt krijgen uit angst om te verliezen. Toen ik bezitsdrang zei, was het drie vieren. Oké, leidraad voor deze waterman.
in een kind. Miser, besluiteloosheid. Deze waterman krijgt wel al ingevingen van de innerlijke stem. Hij wil graag weer zich speels voelen. Onschuld moet dan terugkomen. Invloed van anderen. Wat jij nu meemaakt is om je bij de integratie te brengen. Maar er is nog veel verdriet. En je moet je eigenlijk integreren met je vrouwelijke energie. Nou, duidelijk. Dit is een doorgeslagen mannelijke energie. En als je nog niet helemaal precies weet wat nou bij yang hoort en wat nou bij yin hoort, dan raad ik je aan om een video te kijken. Hoe zit het nou met yang en yin? En dan kun je via de zoekmachine op mijn kanaal kun je die video kijken. Deze is helemaal doorgeslagen in yang-energie. Dat is je mannelijke energie. Dat is je krijgersenergie. Maar als die heel erg doorslaat zonder dat het vrouwelijke wat bij de conclusie ligt. Pak hem even. Kijk, dit is die vrouwelijke energie. Dat is zonder hoofd met een vrouwenlichaam. Zie je dat? In overgave. Receptivity, ontvankelijkheid. Het is vrouwelijke energie. En de vrouwelijke energie is echt rust, koesterende zorg, zachtheid, afwachten zonder in actie te komen, niet denken, zijn. Eenmaal in balans, deze. Hè, want je wordt geleid op je pad om bij die integratie te komen. Hè, de integratie van yang en yin, dat is deze. En dan ben je heel en niet gespleten meer. Maar deze... waterman is nog wat gespleten. En dat kun je dan ook merken aan besluiteloosheid. Dat je niet weet welke stem je nou moet volgen. Of het nou je innerlijke stem is of je angststem. Nou. Deze waterman is naar de mannelijke energie doorgeslagen. Want je wordt aangeraden om dat te integreren met je vrouwelijke energie. Nou. Balans ook, balanskaart, balans tussen geven en ontvangen. Kijk, je ziet hier een soort mandala, hè? Maar het zijn figuren rondom een tafel. En ze hebben een ontvangende hand en een gevende hand. Nou, balans tussen geven en ontnemen, geven en ontvangen. Als die balans er ook is, dan zit je ook met je mannelijke en je vrouwelijke energie wel goed. Als je te veel in je vrouwelijke energie zit, dan heb je de neiging om veel te veel te geven en weinig voor jezelf te ontvangen. Als je te veel in je mannelijke energie zit, ben je juist vaak heel erg egoïstisch en gierig met geven. En je hebt natuurlijk ook een ongezond vrouwelijke en het ongezond mannelijke. Nou, dat heeft allemaal te maken met wonden uit je kindertijd. Je kindertijd en je vroegvolwassen tijd, je puberteit, de jongvolwassen tijd. En op een gegeven moment ook nog je relaties en je huidige. Tot nu. Maar de wonden ontstaan al bij je kindertijd. En die ligt dwars bij jou, lieve waterman. Dus dat wil zeggen dat je hoger zelf in de bron wil jou deze informatie geven van hey joh. Je onschuld is aangetast. Innocence. Je onschuld. Je bent een wijze ziel. Dus je wordt geleid naar de integratie van je mannelijke en je vrouwelijke energie. Maar je hebt geleden als kind onder de miser-energie. De miser-energie is de vrek. Is gierig. Gierig met tijd, aandacht, geld. Die zit overal bovenop. Alles draait om de miser. Is dus vrekkig, hè? Gierig. Heel erg egoïstisch. Kan zich niet kwetsbaar opstellen. Verbergt zich continu achter een muur. Want is bang voor verlating, bang voor afwijzing, bang voor verlies, angst voor verlies. En is heel erg egoïstisch dus. En ja, waarschijnlijk ben jij daar als kind door opgevoed. Door een dergelijke energie. Of je hebt als kind met een dergelijke energie te maken gehad. Als opvoeder.
Het hoeft niet je moeder te zijn. Het kan ook een andere belangrijke sleutelfiguur zijn in je kindertijd. En dat heeft jou uit balans gebracht. Gespleten gemaakt. En gespletenheid in je ziel maakt dat je dualist... Ja, dat je zeg maar tussen wel het schip komt te hangen. En dat je eigenlijk je ware potentieel dan niet leeft. Omdat je ook je niet weet wanneer moet ik nou mijn handen loslaten en wanneer moet ik nou mijn voeten loslaten. En je bent bang om een keuze te maken. Dus maak je maar helemaal geen keuze en blijf je maar hangen. Dat zegt deze kaart eigenlijk. En het is eigenlijk gespletenheid. En dan vertrouw je eigenlijk dus ook niet op je innerlijke stem die je wel degelijk hoort. Want hij ligt op het recente verleden. Maar het kan ook zijn dat jij met je innerlijke stem nu je bewust bent eigenlijk van die moederarchetype. Dat je daar door beschadigd bent geraakt. En dat je daar dus als kind onder hebt geleden. Geen balans meer hebt met tussen geven en ontvangen. Of je geeft alles weg. Of je ontvangt niks, maar... angst voor verlies. En dan ook bezitterig geworden. Bang om te verliezen. En dan wil je controle uitoefenen. Want je wil eigenlijk niet meer meemaken wat je al hebt meegemaakt. Maar het paradoxale ervan is, hoe meer jij daar bang voor bent, hoe meer je het juist meemaakt. Ja, want je herhaalt de patronen. Omdat je dus vanuit je wond schept. Jij wil eigenlijk in de nabije toekomst weer van het leven genieten. En de advieskaart is dan ook om dan ook weer je onschuld te hervinden. En dat is dus door je innerlijk kind alle persoonlijke aandacht te geven. De koesterende zorg te geven. Die jij als moeder, van een vrouw of een vrouwelijke moederarchetype niet hebt gehad. Of althans niet voldoende hebt gehad. Innerlijk kindwerk dus voor deze waterman. En de hoop van je hoge zelf en van de bron is dat je dus oud verdriet, oud sorrow, deze staat voor verdriet, dat je dat goed gaat verwerken. Maar tegelijkertijd ben je daar bang voor, is het ego daar bang voor. Het ego wil daar het liefst voor blijven vluchten en zich daar niet aan overgeven. Dus die wil controle houden. Dat is wat jij probeert te doen, om daar controle ook over te houden. Over je emoties, over eventueel oude pijn. Je wilt het niet voelen. En dus is het advies van ja, wil jij uiteindelijk een ander leven scheppen? En wil je weer blij zijn in de nabije toekomst en weer ook weer speels door het leven gaan? Ja, dan zul je je weer terug moeten ook in balans moeten krijgen... Die vrouwelijke energie in balans moeten krijgen met je mannelijke energie. En dan moet je juist uit te denken. Zie je, er is niet voor niks hier op de plaats van het hoofd een lotusbloem getekend. Want je vrouwelijke energie doe je zonder denken. Dat is voelen. Dat is emoties doorvoelen. En je daaraan over te geven. En alle verdriet en boosheid, de helende emoties, boosheid, verdriet, angst en spijt, doorvoelen. En daar niet controle over uit willen oefenen. Want dan wil je macht uitoefenen over iets wat hoort te stromen. En dan raak je gespleten. Wees je ook bewust waarin jij de balans nog niet hebt tussen geven en ontvangen. Maar op dit moment hoef je eigenlijk alleen maar... even alles aan jezelf te geven wat jij eigenlijk van een ander graag zou verlangen. Dus dat is heel veel begrip, troost, liefde, zorg, zachtheid, arm om je heen. Geef dat allemaal aan jezelf. Want daarmee heel je. Je heelt niet met deze krijgersenergie die doorgeslagen is. Daar word je hard van, daar word je strijdlustig van. Daar word je tyranniek van en dus ook tyranniek voor jezelf. En dat neemt alle speelsheid weg.
En ook al je onschuld. Dus ja, deze waterman mag zich over gaan geven aan emoties. Ja, blinddoek, ja, die zie ik gelijk. Balans scheppen en blinddoek af. Maar het betekent ook commitments, connecties, dat je ergens mee akkoord bent gegaan met een bepaald iets wat bindend is. Scales of justice. Toekomst ziet er rooskleurig uit met betrekking tot eventueel partnerschappen, connecties die je aan kunt gaan en ook justice. Hè, maar dat kan alleen als de balans is en als jij je blinddoek afdoet. Dat is het advieskaart van naar mij in de toekomst. Van gerechtigheid is ook voor jou weggelegd, maar en ook nieuwe mogelijkheden met betrekking tot dit soort situaties is voor jou in de toekomst weggelegd, maar dan moet je wel ontvankelijk zijn. Wat jouw kant op wil komen. Je moet dat ook kunnen ontvangen, snap je? En als jij nog heel veel angst bij je draagt, dan als het universum jou dan al wat zou willen geven, dan kun je het niet ontvangen omdat je niet ontvankelijk bent. Omdat je controle uit wil oefenen over hoe de dingen moeten lopen. Terwijl als je alles loslaat en gaat vertrouwen dat alles wat jij nodig hebt voor jouw groei, voor jouw heling, voor jouw ontwikkeling, dat het op je pad wordt gebracht. Als je erom vraagt, dan word je vanzelf geleid naar nieuwe mogelijkheden. Maar dan moet je wel uit de weg gaan. Want jij loopt je eigen hoge zelf en het universum in de weg, in de wielen. Kijk, zie, dit is de Wishes Fulfilled kaart. Als jij weer de balans krijgt met je wijsheid en de onschuld van het kind. En dat je ook dus met onschuld in het leven kunt staan, speels. Zonder, dit is heel anders, dit is een hele andere energie. Hè? Dit is een hele controlerende energie. En dat is een hele speelse energie. Nou, en hoe speelser je in het leven kunt staan, hoe meer de dingen naar je toe kunnen komen. En dus ook dat jouw wensen in vervulling gaan. Dit is de meest mooie kaart die je zou kunnen treffen. Ja, maar je loopt jezelf in de weg. Om je wensen te vervullen. Ja, want er is nog wat eenzaamheid. En dat is de eenzaamheid van het kindje. Je bent nog niet heel. Je voelt je nog waarschijnlijk ook verdrietig met betrekking tot onbeantwoorde liefde van papa, van mama, van de relaties. Maar dat heeft alles te maken met die wond die van vroeger, van het kind. Daarom ervaar je regelmatig eenzaamheid. Maar je hebt wel eerlijk weten, je hebt die inner voice. Kijk, die ligt ook hier in het recente verleden. Dus je intuïtie begint wat scherper te worden. Je begint dingen innerlijk te weten. Of innerlijk te horen. Of de stem, dat je daar bewust van wordt. Dat je geleid wordt. Nou, probeer er zoveel mogelijk op te gaan vertrouwen. En op basis daarvan ook je beslissingen te nemen. Kijk, als jouw intuïtie zegt van, hey, ja, inderdaad, ik heb nog een wond. En jouw intuïtie zegt dan, oh ja, dan moet je hulp voor zoeken. Ja, dan moet je in actie komen. En dan moet je die hulp gaan zoeken. Ja, want alleen bewustzijn is niet genoeg. Je moet de wond helen. En dan moet je ook weten hoe. Ja, ook harmonie en relaties is voor jou weggelegd. Ook die wens kan in vervulling gaan als je dat wenst. En blijkbaar wel, anders komt hij niet naar voren. Harmonie en relaties is voor je weggelegd. Voltooiing, contact met het universum, verlichting, heelheid.
Dat je ook met het universum kunt samenwerken. Is ook voor jou weggelegd. Maar open je dan ook voor de... Wees dan ook ontvankelijk voor wat het universum jou wil brengen. Aan heling en hulp. Sacraal chakra, daar zou ook wel ongezond kunnen zijn. Nog gewond kunnen zijn. De sacraal chakra is ik heb. Oh nee, sorry. Ik wil. Dat heeft betrekking op emoties, verlangens, creativiteit en seksualiteit. Als jij je emoties onderdrukt en je verlangens onderdrukt, dan komt jouw creativiteit en je seksualiteit ook onder druk. Dan komt het ook niet tot uiting. Dus, want het hoort allemaal bij dat chakra. En als dat chakra, dit chakra niet gezond draait en jij emoties inhoudt en daar controle over uit wil oefenen, dan komt dus ook je creativiteit niet tot bloei. Neem leiderschap over je eigen leven. Neem leiderschap terug over je eigen levensbeslissingen. Laat anderen niet over jou beslissen. Probeer niet de boel te beheersen met macht. En dat is de schaduwkaart van deze kaart. Die keizer die keihard is en die over allerlei andere mensen heen walst. Zo'n autoritaire autoriteit. Maar deze keizer heeft ook, als je heel bent, heeft hij een enorme goede kant. Als hij samenwerkt met het universum, kijk, en dat doet deze in zijn lichtkant. Dan heb je power, dan sta je in je kracht en dan durf je in actie te komen. Dan durf je leiding over je eigen leven te nemen. Maar dan wil je niet leiding overheersen. Hè? Want dat is de ongezonde keizer. Dus de keizer moet in balans zijn ook met de keizerin. Laat je leiding naar jouw bestemming. En kom dan ook in beweging. En wees ontvankelijk voor waar de bron jou naartoe wil leiden. En nu word je geleid naar innerlijk kindwerk. Dat is wel duidelijk, want dat is de dwarsligger. En daar kan ik jou bij helpen. Mocht je je hierin herkennen en met je intuïtie, met je innerlijke stem naar mij toegeleid worden of zijn, dan maak dan een afspraak. En blijf dan niet twijfelen. Je bent van harte welkom. Onderaan deze video staat de link naar mijn website. En dan kun je me vinden voor een afspraak. Dankjewel voor het kijken. Heel veel liefs. En tot volgende maand. Bye bye.